Welkom terug in de studio. De ministers van Volksgezondheid in ons land hebben dus afgesproken dat er de komende maanden 30 tot 40 testevents kunnen doorgaan. Er zijn heel wat criteria en voorwaarden en het overlegcomité moet dit plan vrijdag nog goedkeuren. Evenementen en de culturele sector worden hier in het parlement voor de partij Vooruit opgevolgd door Katja Segers. Goeiedag mevrouw Segers. Hallo, dag. Ja, van alle sectoren is dat degene die het meest getroffen is door de coronacrisis. 13 maanden lang liggen die al stil. Het gaat over veel. We praten over de Studio 100 musicals, maar ook over trouw- of communiefeesten. Goed, die test-events die er kunnen, zullen komen, zijn die een lichtpuntje? Die zijn zeker een lichtpuntje en ik denk dat die belangrijk zijn, dat die test-events, op voorwaarde dat die natuurlijk heel goed gaan aangepakt worden. En in de berichten die ons vandaag bereiken, ziet het er toch naar uit dat die 30 tot 40 events zeer goed gekozen zijn om te kijken hoe kunnen we de zaken outdoor eerst. Outdoor gaat eerst bekeken worden, daarna indoor, in alle mogelijke vormen, gespreid over de provincies, volledig volgens de CIRM en CERM-regels, zodanig dat die eigenlijk ook op eenzelfde manier door het coronacommissariaat kunnen beoordeeld worden. En als dat coronacommissariaat zegt van oké, dat soort event op die manier georganiseerd, dat kan coronaproof of zoveel mogelijk coronaproof doorgaan, wel, dan opent dat heel wat perspectieven voor die sector, ja. Zoals u zegt, ja, de eerst gesloten, de laatst terug open. Nochtans waren zij ook de eerste die klaar waren met alle protocollen. Zeker voor evenementen waar mensen buiten stilzitten. Niet een festival waar iedereen dicht bij elkaar kruipt. Ja, of een musical waar iedereen braaf op een stoel zit. Ja, waar je braaf op een stoel zit. Als je dat buiten laat doorgaan, dat is in de zomer even kort gekund. In kleine bubbels, daar is veel uit geleerd geweest. We zijn nu ook in een andere situatie. We zijn in een situatie waarbij vandaag al een kwart van de bevolking gevaccineerd is. Binnen een maand of twee gaan we daar een groot stuk verder in staan. We hebben de testen, de sneltesten, de zelftesten. We hebben de protocollen en geleerd uit de protocollen. Dus ik denk dat we nu aan een moment zitten waarbij dat we veel geleerd hebben, waarbij dat we vooruitgang hebben geboekt ook. Waar dat de cijfers nog altijd slecht zijn, laat ons dat ook nog maar eerlijk aangeven. Maar waar dat ik denk dat we moeten realistisch kunnen perspectief geven aan die sector op basis van de resultaten van de testen, maar vooral, en dat is voor mij en voor onze partij een conditio sine qua non, dat is natuurlijk op voorwaarde dat die cijfers, die parameters, epidemiologische parameters, dat die goed zijn en goed blijven. Ja, het moet altijd uitgaan van die cijfers, dus ook het aantal opnames op intensive care, besmettingscijfers. Ja. Nu, voor de duidelijkheid, het kan over allerlei evenementen gaan. Kleine, met mondmasker, zonder mondmasker. Grote, al dan niet met mondmasker. Het mogen ook geen identieke evenementen zijn, want het opzet is eigenlijk een testevenement. Het moet vooral een test zijn. Dit is geen situatie waarbij we kunnen zeggen van, goed, alle remmen los. Eigenlijk zijn we een beetje proefkonijn. Men wil er een aantal dingen uit leren, epidemiologisch. Ja, de bedoeling is, ik hoop dat geen enkel van die 40 evenementen, maar ik ga daarvan uit dat dat zeker niet zo is, iets is zoals in Nederland. Net ook 10.000 mensen, waarbij dat vooral toch een show-evenement leek. Dat denk ik mag niet de bedoeling zijn, maar het moet wel de bedoeling zijn om goed voorbereide evenementen te laten doorgaan in verschillende constellaties. Ik begrijp ook dat er misschien ook een vanuit de KVS, vanuit theaters, maar van ook outdoor, allerhande evenementen met mondmaskers, met beweging van mensen, stilzitten enzovoort, dat getest wordt. En dan testen, waarbij dat mensen ook getest worden. Dat is ook een heel belangrijk. Dat is de vraag. Dus dat gebeurde in Nederland niet. Het was daar vooral een logistieke oefening. Hoe kunnen we dit organiseren? Maar hier is de bedoeling dat je nadien opnieuw een test aflegt. Ja. Nu, als bezoeker zou ik me dan een beetje een proefkonijn voelen, hoe leuk het evenement ook kan zijn. Maar ja. Dat,
dat is je eigen keuze. Ja. Hè? Ik denk dat de drang bij sommige mensen zodanig groot is dat je best als proefkonijn wilt fungeren. Het is een risico waarmee je speelt natuurlijk. Hè? Bedoel, het is een test met een foutenmarge en de test gebeurt op mensen. Ja, maar als ik nu bijvoorbeeld ook keek naar de manier waarop dat vanuit de eventconfederatie, waarover dat we in het parlement het vandaag gehad hebben, eigenlijk die roadmap heeft uitgerold, dan is daar toch wel in dat hele jaar ongelooflijk veel expertise verzameld. Ik zei het, die sector was de eerste klaar met protocollen, hè, nog voor het onderwijs zelfs. Dus er is heel veel geleerd, er is heel veel bijgeleerd. Ik zeg het, we hebben een aantal tools nu wel extra. Dus wat dat zij daarin voorstellen, daar denk ik, daar zou ik mij niet vastpinnen op de cijfers die vooropgesteld worden. Daar zou ik kijken naar van, oké, als de cijfers goed blijven, goed zijn en goed blijven, want dat blijft de basisvoorwaarde en daar moeten we streng op zijn. Als we daarop streng zijn, maar de cijfers blijven goed, dan moeten we maximaal alles doen om dat, ons publiek leven op alle terreinen, of het nu over een communiefeest of een concert of een festival of een theatervoorstelling gaat of een trouwfeest, op alle terreinen van ons publieke leven moet dat mogelijk zijn om daar dan maximaal in vooruit te gaan. Maar gecontroleerd. Gecontroleerd is een lichtpuntje voor de sector. Tegelijkertijd is er ook wat argwaan. Vrezen dat dit een zoethoudertje zou kunnen zijn. Ze werken zelf aan een, of hebben zelf gewerkt, zijn nu bezig met een heropeningsplan in 5 fases. Ja. Tussen de maanden, de komende maand mei tot en met september. Een fase waar bijvoorbeeld wat hen betreft vanaf 8 mei buiten evenementen kunnen doorgaan met 200 mensen, om maar te zeggen. In het plan van de federale regering, het overlegcomité, is dat nu 50 mensen. Dus ze hebben zelf een lange termijn plan wat ze liefst uitgevoerd zien. En ze zien zich liever niet afgeleid met zo'n testevenementen. Nu goed, de tijd is beperkt, maar wat vindt u zelf van hun heropeningstraject, dat plan? Wel, zoals ik al aangaf, het is een goed doordacht plan. Ik vond ook fantastisch dat ook die brede sector, hè, want als je ziet wie daar allemaal in verenigd is en die zich samengezet heeft, dan is dat echt een bonus van corona. Dat sectoren die in het verleden eigenlijk naast elkaar functioneerden, nu vooral elkaar gevonden hebben. Hè. Ja, want ze werken niet samen in die sector, nee. Anders dan in horeca. Ja, nee, dat is echt waar. Zelfs binnen de cultuur- en kunstensector werkten ze niet samen, dus nu is dat allemaal samen. En die brede evenementen, de beurzen, de cultuur, de festivals, de kunsten, hebben daar samen in aan gewerkt. Goed doordacht, op sommige vlakken conditioneel, voor mij misschien op andere vlakken misschien een beetje te veel. Het is te nemen of te laten, maar te nemen of te laten, daar in zo'n situatie zitten we helaas al een jaar helemaal niet. Dus het doel moet blijven dat we kunnen ons publiek leven maximaal heropenen op een veilige manier, maar altijd met in de achtergrond die cijfers. En ja, als die cijfers, als die parameters er niet zijn. Dus ik wil dat we datagedreven gaan nadenken over die heropstart en niet datumgedreven. Ja. Zoals ook Engeland doet, hè, van kijk naar de cijfers en niet data. Een datum. Hoewel ik natuurlijk ook begrijp, ik begrijp het spanningsveld. Want die sector, als je zegt van oké, ons festival in een park, open lucht, we willen 800 mensen, bijvoorbeeld zoals in Mechelen, we willen dat, dan snap ik dat nu men zegt van ja, we moeten wel binnenkort wel nieuws hebben over wat kan niet. Dus ik hoop dat er vrijdag zeker en vast nieuws gaat over zijn, zodanig dat ze weten waar dat ze aan toe zijn. Die resultaten van die testen die gaan alleen maar helpen om de zaken die herop gaan starten, coronaproever, te maken. Maar ik vind ook niet dat al dat werk moet afgerond zijn voordat we moeten nadenken over een heropstart. Ik zie het toch wel ook als 2 verschillende trajecten. Bovendien is het ook zo dat de minister-president heeft 2 maanden geleden ongeveer aangekondigd dat de Nederlandse test-events, de resultaten daarvan, de resultaten zouden gedeeld worden met hem. Had hij aangekondigd dat de Nederlandse minister bereid was om dat te doen. Hij heeft vandaag in de plenaire gezegd van helaas heb ik de resultaten nog niet gekregen. Ja. Maar dat lijken mij ook alvast al eerst goede zaken om mee te nemen. Ik bedoel de eerste test-event, niet het Bredase test-event, nee, dat er uiteindelijk toch niet doorgegaan is. Niet de megaparty. Ja.
Ja. Maar het gaat over van alles. Hè. De megaparties, dat is nog te vroeg misschien. Maar het gaat zelfs over trouw- en communiefeesten. Familiefeesten eigenlijk ook. Maar ik denk echt dat testen ons enorm, zelftesten, sneltesten, ons gaan moeten helpen. Als je kijkt ook naar Denemarken, die bijvoorbeeld ook al dat een coronapaspoort hebben ingevoerd, waar dat je ofwel een negatieve test moet voorleggen, maar dat moet je dan wel om de 3 dagen doen, of dat je kan aantonen dat je immuniteit hebt verzameld, maar dat moet je ook om de 3 weken doen, of een vaccin hebt. Hè. In die 3 gevallen krijg je een coronapas en daarmee mag je eigenlijk overal naartoe gaan. Ik zie eerder dat we naar zo'n situatie zouden moeten kunnen gaan. Ja, dat en goede cijfers waarvan... Dat is de basis. Dat is de basis en dat is eigenlijk een oproep naar alle mensen uit onze bevolking. We snakken allemaal naar de heropstart van dat publieke leven. Dus laat er ons alles aan doen om ervoor te zorgen dat die cijfers echt naar beneden gaan. Want de druk op de ziekenhuizen is vandaag nog veel te groot. Ja, het kan ons maar motiveren voor dit gesprek bij de test-events en de evenementensector die een plan uittekent uit deze crisis. Zeer bedankt, Katja Segers. Graag gedaan.